Moet er een intro komen of zo? Intro is er, heb jij. Heb ik? Ja, dat heb je gewoon. Gaan we regelen. Jongens, welkom bij de allereerste aflevering van het Games & Esports nieuws. What the fuck? Ja, wat gebeurt hier? Eindelijk. De wereld zit op zijn kop. Eindelijk, Peter. Ja, we hadden hem al een beetje geteased tijdens onze streams, maar het is er nu echt van gekomen. Jongens, dit is Marcel. Hey. Hey Marcel. Hi. Waar kunnen we jou van kennen? Koppelsan, YouTube. Lang. Razend populair. Razend populair. Miljoenen abonnees. Hoeveel abonnees heb je? Ongelooflijk. Veel te veel. 32.000 of zo? 38.000. Oh. Hartstikke goed. Maar bovenal is Marcel e-sports fan. Ja, fanaat zeg maar. Fanaat. Hij volgt alles, hij weet alles. Je hebt er een website over, reporter.gg. Yes, reporter.gg. Leek ons wel een leuke naam. Nou, een mooie naam. En wij bij Gamersnet, wij zijn wat ouderwets. Wij doen vooral verslag van nieuwe games die eruit komen. En het e-sports, dat doen we niet echt, omdat we ook allemaal die games niet spelen. Nee. En dus waar wij een keer samen een wilde avond hadden beleefd. En toen hebben we een keer gezegd van... We gaan een keer een item maken. Ja, en dit is dus gewoon een nieuwsitem. Wij gaan nu elke week op de hoogte houden van het rijlen en zeilen van e-sports. En daarbij is het... Ja, alles. Maar daarbij is het wel een beetje een ding dat ik snap er niks van. Dus af en toe zal ik een domme vraag stellen. Dat is een beetje een ding. Kan ik mee leven? Ja? Precies. Ja. Want ik heb één soort beginnende vraag. En ik weet dat heel veel mensen hiermee zitten. Mensen die het van afstand volgen, maar niet echt fanatiek. Is er niet te veel? Nee. Ik durf oprecht te zeggen dat er niet te veel is. Kijk, want bij voetbal heb je gewoon 18 clubs en dat is één competitie. Maar hier heb je zoveel games waar competitie om draaien. Ja, dat klopt. Maar bij voetbal, je hebt ook tennis, je hebt ook hockey, ook al die andere sporten. Ja, dat zijn verschillende sporten. Ja, het is niet dat je zegt, één game hebt en dat 100.000 keer gespeeld is. Nee. Nee. League of Legends is het groot, wat hebben we nog meer allemaal? League of Legends, CSGO, Call of Duty, Halo... Rocket League is een nieuwe, Hearthstone natuurlijk. Ja. Ik kan er door blijven gaan. Het zijn er inderdaad redelijk veel. Ja. Ja, en volg jij alles? Zoveel mogelijk. En vind je alles interessant ook? Bijvoorbeeld, is een Halo voor jou interessant? Ja, nou, Halo vind ik dan wel weer net. Oh, je meteen de vinger op de zielige plek. Ja. Halo vind ik dan ietsje minder leuk om te kijken. Bijvoorbeeld de Call of Duty vind ik hartstikke vet. League of Legends natuurlijk. CSGO. En tegenwoordig ook heel veel Hearthstone. En hoe zit het? Hearthstone, ja. Ja. Oh. Okay. Dota is eigenlijk vooral om te kijken, omdat er zit zoveel prijzengeld in. Ja? Zo leuk. Die mensen willen gewoon als ze winnen zijn ze gewoon miljonair. Dat is wel vet. Dat is wel leuk. Dus jongens, waar gaan jullie de komende... Ja, we gaan elke week gewoon rondleiden in de wereld van de game van de e-sports. En het eerste nieuwtje wat je hebt meegebracht gaat over Smite. Ja, dat klopt. Want Smite is sinds afgelopen vrijdag uitgekomen voor de PlayStation 4. Ja, hij was er al voor de Xbox One. Hij was er al voor de Xbox One en voor de PC. Dat is het begonnen inderdaad. En wat betekent dit nu? Dat betekent dat er waarschijnlijk ook dat mensen ten eerste Smite kunnen spelen op de PlayStation 4 natuurlijk. Yay. En dat er waarschijnlijk competities gaan komen voor PlayStation 4 ook nog. Okay. Consoles. Oké, Smite, tof, PlayStation 4. Maar betekent dat nu ook in één keer dat het een grote game wordt voor de e-sports? Want dat is natuurlijk het ding, het concurreren met League of Legends en met Dota. Ja, klopt. Het is hetzelfde soort game inderdaad. Je bent een held, 5 tegen 5, tegen elkaar knokken. Het is sowieso een concurrent, maar of het nou meteen dezelfde grootte heeft als League of Legends. Ja, dat weet ik dus niet. Gaat dit ook toernooien krijgen? Dit gaat toernooien krijgen, sowieso. Okay. Dus het wordt door iemand gesponsord die er dan prijzengeld op gooit? Ja, door Smite zelf. Door de makers van dingen zelf. Tuurlijk, hè? Je kan jezelf net zo groot maken als je zelf wil. Dat is waar. Waarom is Call of Duty dan niet de grootte, vraag je dan af? Want die hebben geld als water. Ja. Maar Call of Duty heeft een. Die zijn nog een beetje bezig met de professionalisering ervan, zeg maar. Ja, het is nog een beetje te casual, hè? Het is nog echt te casual, ja. Maar er zitten wel grote stappen in. Oké. Nou, Smite is voor PlayStation 4. We gaan kijken wat dat gaat betekenen voor het aantal toernooien wat erin wordt gehouden. Ik ben benieuwd. Ja. Dan had je nieuws over de mega Street Fighter speler Luffy. Dat klopt, ja. Dat is een enorm leuke naam. Luffy is gewoon een grappige naam, toch? Dat is een leuke naam. Het lijkt Fluffy, maar dan net niet. Maar dan net niet. Luffy heeft een contract getekend bij Red Bull Esports. Wat betekent dus dat hij voortaan gaat uitkomen voor Red Bull. En ik weet namelijk dat hier mensen nogal van Monster zijn. Dus... Ja, Monster is onze sponsor, maar dat maakt verder niet uit. Als hij voor Red Bull gaat, hij zal er meer aan verdienen dan wij aan Monster verdienen. Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. Goed, daarnaast is van het weekend de LCS is al plaatsgevonden. In Noord-Amerika heeft Team Immortals, die zijn bezig met een onverslagen reeks. En ja, het is ongelooflijk. Niemand kan ze kapot krijgen. Of in ieder geval kapot krijgen. Ja, kapot krijgen. Dat is wel een goede. Ja, niemand kan ze kapot krijgen. Niemand kan van ze winnen. Maar ze hebben ook een pentakill gescoord. Dat klopt, ja. In jouw aantekeningen. Hoony heeft... Oh, netjes. Ja. Goed gedaan. En wat betekent dat? Dat betekent dat Hoony in zijn eentje... Dus Hoony is een speler van het team. Die heeft in zijn eentje heeft hij 5 spelers van de tegenstanders vermoord. Dan ben je een pro. Dan ben je echt een pro. Ja. Ja.
Het leuke is overigens over de Noord-Amerikaanse LCS gesproken, is dat de beste spelers zijn mensen uit Europa of Koreanen. Oh, dat is wel chill. Ja, er zit bijna geen enkele Noord-Amerikaan in de Noord-Amerikaanse LCS. Die kunnen niet Street Fighteren. League of Legends. League of Legends. One more auto attack and there it goes. Inhibitor goes down 26 minutes in. Immortals continuing to press their advantages. As they set 11-4 in kills. Now mid lane also under fire. And guess what? Liquid aren't even around. So another turret killed without any threat of combat for that damage. Matt knocked into the air, stunned for a million years it seems. And Huni dodging the bombs. Matt will go down, an unstoppable Huni. And a nice combo comes in from Rainover. Means Lorla will go down as well. A double kill for the Quinn. Adrian knocked in. The vault continues and a triple kill comes through. Make that a quadra kill for Huni. They're going for the penalty. No going for it. This time. And a pentakill for Huni. After all, on the Quinn. Beautiful game. That's gonna be the Nexus. That's gonna be the game. 12-0. Hey, als we praten over CS:GO, wij kennen wel wat mensen bij gamers die game heel fanatiek spelen. Is CS:GO na League of Legends een beetje de grootste? Ja, sowieso. Okay. De grootste, verreweg. Verreweg. Ja. Nou, daar is nieuws over. Ja, inderdaad. Want Fnatic heeft afgelopen weekend op IEM Barcelona de finale gehaald en gewonnen. Ze hebben gewonnen van Team Astralis, als ik het goed zeg. Het was een close game, dat wel. Maar ze hebben twee maps gewonnen en daarmee 32.000 euro prijzengeld in de wacht gesleept. The more likely they're gonna punish you for it. Yeah, Dennis is gonna force the issue. This is aggressive play. Oh my god, this is so aggressive play! Dennis catches him off! That's ungodly from Dennis! Ja, en voor de mensen die het een beetje moeilijk vinden, want dat vind ik namelijk ook om al die toernooien zeg maar een beetje op een rijtje te houden. Dit is dus niet een officieel toernooi, dit was een los toernooi, toch? Ja, IEM zijn een beetje een toernooi inderdaad. On the side van, van de hoofdcompetitie inderdaad. En dit doe je simpelweg mee om money's te verdienen. Ja, en om te laten zien van, hé, wij zijn ook echt de beste. Ja. En Fnatic is sowieso met CS:GO heel erg goed. Ze hebben al heel veel gewonnen. Ja, oké. Okay. Ik ben altijd fan van teams die naar Bob Ross worden vernoemd. Yes, de Bob Ross fanclub van Heroes of the Storm heeft eindelijk een teamnaam gevonden. Of een team gevonden. Een team gevonden? Ja. Ze waren een tijdje teamloos, dus toen dachten ze van, hé, we noemen onszelf de Bob Ross fanclub. Hilarisch. Maar ze zijn overgestapt naar team, dan moet ik eventjes spieken, want de naam is zo lastig. Noventic. Nice. Maar jij weet meteen hoe het... Ja, ik denk het wel. Latijns is natuurlijk. Nee. Latijns studeerde toen dacht je van... Ja, zo moet je dat zeggen. Hoezo? Zij zijn een heel goed team, hè? Waarom hadden zij nog geen sponsor of geen team? Ja, ze konden het niet eens worden met andere teams. Ze waren gewoon te veel eisen. Ze waren gewoon lastig, ja. Ja. Is het nou ook zo dat je zeg maar, in de e-sport, want dat hoorde ik laatst van jou over DreamHack, dat er echt iemand op de vuist was gegaan met een journalist? Ja, klopt ja. Dat er echt dirty roddels zijn. Wil je dat verhaal horen? Nou, heel kort. Oké. Nou, een hele bekende e-sports journalist, die was daar en die had een beetje op Twitter had hij een beetje ruzie met een CS:GO-speler. En toen had de vriendin van die CS:GO-speler had een bord meegenomen met die CS:GO-speler heette Mommy, als ik het goed zeg. Ze werd genoemd, dat was zijn bijnaam. Ja. En na de hand had die journalist had in één keer dat bord blijkbaar ergens gevonden, in zijn hotel meegenomen, op het bed neergelegd en een foto gemaakt en daarbij gezegd van hel, oh die verdomde fangirls ook tegenwoordig, ze zijn veel te makkelijk. Oh, nice. Maar ja, wat gebeurde er? Ja, die ging dus achteraf, die speler ging even verhaal halen. En die sloeg hem op zijn bakjes. Wat vet! Ja, dat is gewoon actie. Laten we eerlijk zijn, e-sport spelers, de bekende en de grote, die zijn natuurlijk ook, dat zijn geen sympathieke mensen, hè? Ligt eraan. Ja. Bijvoorbeeld een Forbiven, onze eigen Nederlandse bekendste League of Legends speler, hartstikke aardige gast. Ja? Ja. Maar ik moet wel zeggen, hoe meer je naar de shooters gaat, die kant op... Ja, dan worden ze agressiever, hè? Dan worden ze wel agressiever, ja. Ja. Terwijl bij League of Legends, als ik online wel eens mensen hoor, dat zijn allemaal hele vredelievende mensen. Die doen geen vliegkwaad, nee. Nee. Ze praten wel als iedereen kent mijn moeder, moet ik wel zeggen. Dat is ja. Apart. Ja, echt, hè? Ja. Hé, hey, jongens, we kunnen binnenkort naar Rotterdam voor League of Legends. Dat klopt, naar ja. Naar mijn Roffa. Naar jou... Roffa heet Roffa, dat. Ja. Ja. Dat klopt, want League of Legends komt in de Ahoy. De Spring Split Finals worden dan namelijk gehouden op 16 en 17 april. Wat zijn Spring Split Finals? Spring Split, nou kan ik het niet meer zeggen. Nee, dat geef ik niet. De Spring Split Finals zijn eigenlijk gaan als volgt. De nummers 1, 2 en 3 en 4 nemen tot tegen elkaar op. En dan krijgen ze allemaal nog een kans om de meeste punten te halen. En daar de winnaar van, die krijgt de meeste punten en mag, die krijgt punten voor Worlds eigenlijk. En dan mag je door naar de wereld? Dan mag je door naar de wereldkampioenschappen, ja. En is dat alleen de eerste? Of de eerste? Nee, iedereen krijgt apart punten inderdaad. De puntenverdeling is nummer 1, 2, 3 en 4. En daarna is het volgens mij of geen punten of weinig punten. Oké. En dan kun je door naar de wereldkampioenschappen, die zijn natuurlijk ergens in Azië. Vorig jaar waren ze in Europa. Ja, daar is Akeo heen geweest. Ik ook, in Brussel en in Londen. Was gaaf. Dat was in Berlijn. Berlijn waren de finales, die was te duur. Die was te duur, is onze Akeo wel heen geweest. Zo werkt dat. Echt, hè? Nee, maar de finales worden dit jaar gehouden overigens in Noord-Amerika. Okay. Binnenkort pas geleden bekend gemaakt. Binnenkort ticketje en dan...
Jij regelt dat, ik maak al een uitje. Ik regel alles. Nog meer nieuws van Nederlandse bodem, namelijk de Arena Amsterdam. Dat klopt, want ESL Benelux heeft een samenwerking aangekondigd met de Amsterdam Arena. Wat er precies gaat gebeuren, weten we nog niet. Maar dat er iets gaat gebeuren, daar staat er niet vast. Nee, maar dat moet betekenen dat er een finale of een half finale, of in ieder geval een groot toernooi daar plaats gaat vinden. Ik hoop dus op een IEM. Het zou zo gaaf zijn. Wat is dat? Een IEM, dat zijn, waar ik Fnatic was geweest met CSGO. Oké. Je hebt een IEM, dat wordt dan Dota gespeeld, of CSGO, of League of Legends. Dat zijn hele vette toernooien. Ja, nou ja, als ze een, ja, ESL zijn niet gewoon voor de, dat ze af en toe op de foto kunnen met de Amsterdam Arena. Die vinden wel echt precies, iets van plan precies, zijn. Ja. Nou ja, leuk nieuws. Lijkt me zeker als je Nederlander bent. Het wordt in Nederland best wel groot, oké? Het gaat echt groot worden. Je bent op het juiste moment ingestapt. Ikke? Dit is een goed idee. Ja, maar jij bent mijn enige bron van informatie, hè? Dus ik weet verder niks. Oh dan? Ja. Oh, nice. Ik ga er ook niet allemaal kijken of zo. Ik vind die games allemaal kut. Ja, als XCOM 2 een toernooi krijgt of... Die zijn al wel. Left 4 Dead. Dat is er ook. Oké, nou, dan zou ik graag gaan kijken. Ik ga regelen dat wij naar een Left 4 Dead toernooi gaan. Ik vind het helemaal mooi. Prima. Marcel, bedankt. Geen probleem. Ja, dit was het eerste Gamers & Esports nieuws waarin we jullie op de hoogte proberen te houden van de drijlen en zijden van e-sports. Sorry dat ik er niks van weet, maar dat gaat de komende weken ongetwijfeld veranderen. Gaan we verandering brengen. Marcel, onwijs bedankt. Ja, bedankt dat je hier mocht zijn. Graag gedaan, je bent de volgende week weer. We gaan dit gewoon elke week doen, jongens. Gaaf. Ja, volg ons, abonneer hier en laat in de comments op gamers.nl of op YouTube even weten wat je hiervan vindt. Wat doen we? Moeten we anders doen? Ja, moet er een intro komen of zo? Intro is er, heb jij. Heb ik. Ja, dat heb je gewoon al. Gaan we regelen. Ja. En een einde? Hebben we nog niet. Doen we gewoon jazz hands? Ah, dat zou heel erg niet heel hetero zijn. Explosie is iets hetero, Explosies? Ja. Explosies? Okay. Maar jongens, laat even weten wat je ervan vindt. En wellicht doe maar iets met je feedback. Maar waarschijnlijk niet. Jongens, tot volgende week. Dankjewel, Marcel. Tot ziens.